Hey, leuk dat je luistert naar de Kat Koolno-podcast. In deze podcastserie staat altijd de vraag: wat maakt jouw rijk centraal? Waar krijg je energie van? Wat is jouw goud? En hoe ga je daarmee de wereld verrijken? Ik interview inspirerende, ambitieuze, creatieve ondernemers. En ik deel mijn gedachtenkronkels met je over rijkdom in de brede zin van het woord. Heel veel luisterplezier bij de Kat Koolno-podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de KatKolno-podcast. En vandaag heb ik alweer zo'n leuke gast, namelijk Debbie van Bokstol. Hey Debbie, welkom, welkom. Dankjewel, Goeie, goeiedag, goedemiddag. Superleuk dat je er bent. Um, Debbie, ik heb, jou, uh, ik heb jou op Instagram uh, gezien en uh, we zitten toevallig samen in een, uh, in een online uh, cursus van Saraida Groenhart. En um, ja, ik ken jou eigenlijk helemaal niet zo goed, maar ik heb jou dus best wel vaak langs langsgekomen en ik vond jou zo heerlijk enthousiast en energiek. Dus ik dacht, ik ben schier naar die chica. <laughs> um, oh, wat leuk om dat te horen. Ja, en um, nou ja, dus ik heb jou uitgenodigd. En um, ja, ik vind het heel leuk om meer over jou te weten te komen. Zou jij eens willen vertellen, nou, wie ben jij, wat doe je, waar word je blij van? Wie ben ik, wat doe ik, word ik blij van? Ik ben Debbie. Ik uh, geef uh, Spaans aan Nederlandstalige expats En uh, ja, niet alleen de taal, maar ik wil ook gewoon dat ze zich echt thuis kunnen voelen daar. Dus voor mij uh, het is het geen traditioneel taalonderwijs wat ik geef. Als ik het even in een notendop mag samenvatten. En waar word ik blij van? Nou ja, hetgeen waar je mij het allerblijst mee kunt maken, is uh, andere culturen ontdekken en beleven. En. Uh, ja re reizen word ik heel blij van echt heel blij <laughs> ja, waar word ik me meer blij van van dansen I love dancing <laughs> ja maar dat is ook je komt eigenlijk op hetzelfde neer voor mij het stukje ontdekken ja salsa salsa ja inderdaad <laughs> ja ja reizen salsa spaans nou ik vond hem helemaal leuk, want ik dacht. <laughs> Dat vind ik ook allemaal leuk. Ja, salsa-dansen salsa vind ik, ben ik niet goed in hoor. Maar ik vind het wel leuk om naar te kijken. En dansen sowieso, natuurlijk, gewoon heel heerlijk om te doen. Dus jij geeft Spaanse ja, les? Of je geeft, ja. jij hebt een online cursus? Ja, online programma. online programma, ja. ja. Voor, specifiek voor expats. Ja, dat is uh, mijn, uh, ja, hoe zeg je dat, mijn ideale doelgroep. Er zijn ook ja. mensen wel natuurlijk die uh, uiteindelijk aansluiten... die nog wel in Nederland wonen. Um, of mensen die bijvoorbeeld een, een Spaanstalige partner hebben. Dus toch wel een iets diepere band hebben met de taal... dan alleen het, het vakantiespaans. Mm -hmm. Maar uh, over het algemeen werk ik met mensen die echt... Ja, op, op de lange termijn een binding met de taal gaan hebben. Dus die of een lange periode naar het buitenland gaan of familiebanden willen versterken. Um, ja. ja. En, uh, en heb je dan vooral over Spaans in Spanje of ook uh, Zuid-Amerikaans-Spaans? Ook Zuid-Amerikaans, ja. Voor mij is het wel het, het complete pakketje. Ik heb zelf ook in Latijns-Amerika gewoond. Um, en um, ja, dat is voor mij iets wat ik daar niet bij. Weg kan laten vallen. Ik zeg ook altijd van ik geef holistisch Spaans. Dus holistisch eigenlijk in alle zinnen. Mm -hmm. um, en um, ja, de meeste van mijn klanten zitten wel in Spanje, maar ik heb wel een aantal klanten ook dan met uh, een Latijns-Amerikaanse partner, bijvoorbeeld. Ja. Mm, leuk. Ja, super. Ja, want het, is het klinkt net even wat anders. Ja. Ze gaf dat het uh, Latijns-Amerikaanse, Spaanse wat makkelijker is. Dat je niet allemaal van die. Uh... Van die moeilijke klanken hoeft te maken. Met de, met de het Spaans S en heeft uh, iets meer voornemen, uh, inderdaad, uit Spanje. Ja. <laughs> ja al, uh, al zit er in Latijns-Amerika ook wel grote verschillen hoor. En uh, als je bijvoorbeeld het Argentijnse hebt, ja, dat, dat, dat kun je bijna niet verstaan als je het Spaans uit Spanje gewend bent. Oh. Ook een hele andere klanken. Uh. Oké, okay. oh, dat is ja, leuk. Dat is ja het grappige is dus waarom ga ik daar zo op aan op Spaans? dat Spaans dat vertelde ik je net al even in het voorgesprekje dat ik zelf Spaans gestudeerd heb ooit um, en dat was uh, niet alleen maar Spaans maar als als vak, zeg maar, als verplicht vak als, uh, moest van taal kiezen. En uh, toen heb ik Spaans gedaan. En uh, ook geschiedenis van Latijns-Amerika en uh, literatuur. En uh, nou ja, eigenlijk alles wat met Spanje en Spaans te maken had. Dus ik heb daar ook zeer veel affiniteit mee. Ik vond het veel te ja. moeilijk op de universiteit universiteitspin uiteindelijk wel gestopt. Maar uh, altijd als ik Spaans word, word ik heel blij. En jij vertelt net ook dat jij dat ook hebt. Dat je gewoon, ja... Is dat bij jou? Want bij mij is daar geen oorzaak voor. <laughs> ik vind het gewoon mooi. Maar heb jij iets? Heb jij een achtergrond met Spaans? Of, of hoe, hoe is dat gebeurd? <laughs> um, nou ja, ik krijg van heel, van heel veel mensen de vraag van ja, ben jij zelf dan Spaanse? Of heb jij Spaans bloed? Of uh, nou ja, noem maar op. Ben je Latina? Nee. Voor zover ik weet niet. <laughs> Um, maar ja, ik ben altijd uh, een, een talenfreak geweest. En we gingen vroeger altijd op vakantie naar Spanje. En op de middelbare school kreeg ik geen Spaans. En toen ben ik uh, ja, verder gaan kijken, want ik wilde wel in de talen verder gaan studeren. En daar werd me eigenlijk aanbevolen van ja, heel veel studenten vallen inderdaad af in het eerste jaar, omdat het Spaans echt een struikelblok is. Ja, en toen heb ik gezegd, uh, nou dan ga ik wel een jaar in Spanje eerst Spaans leren. Ja, en toen heb ik een jaar in een gastgezin gewoond in uh, Barcelona. Cool. En een jaar lang les gehad. En toen had ik de taal al onder de knie. En uh, ja, ben ik ook gestopt in het eerste jaar daarna. Maar niet omdat het Spaans te moeilijk was, maar omdat ik me <laughs> verveelde. <Ja. laughs> omdat ik het al begreep. Dus uh, uiteindelijk ben ik toen van mijn HBO-opleiding toch naar de universiteit overgestapt. Om echt de taal volledig uit te pluizen. En ook daar merkte ik inderdaad dat. Ja, dat heel veel studenten afvielen het eerste jaar. Omdat het daar in zo'n rap tempo uh, gaat. Ja. Ja, bij mij liep het vast op de regeltjes. En, en die weet ik in het Nederlands nog niet eens. Um, terwijl ik wel tekstschrijver ben. <laughs> maar um, ja, ik, ben, ik, ik, ga, ik vind dat gewoon helemaal niet leuk. Ik vind dus het hele alles daaromheen vind ik wel heel leuk. En de klanken en gewoon, ja, gewoon gesprekjes aangaan en... En uh, nou ja, de hele vibe die er omheen hangt, dat vind ik wel heel leuk. Dus ik vind het ja. ook heel leuk te horen dat jij ook holistisch Spaans geeft. Dat je mensen ook dingen meegeeft over cultuur. Dat zie ik ook op je Instagram inderdaad uh, heel regelmatig terugkomen. Dat speelt. Ja, ik vind dat je dat heel leuk doet. Dus uh, ja, ik was daar wel door. Uh, nou ja, ik was er wel door geïnspireerd. Oh, ja, misschien moet ik ga ik misschien toch meer mee gaan doen. Ah, leuk. ja, dankjewel. Ja, en ook wat je zegt, hè? Dat die, die regels en die benamingen, heel veel mensen lopen daarop vast. Uh, uh, als het de grammatica betreft. Maar uiteindelijk. Uh, het zijn allemaal taalpatronen. Net als de uitspraak is ook een patroon wat je je eigen maakt. En jezelf kunnen uitdrukken in die verschillende tijden ook. En wij. Dat traditionele taalonderwijs is er zo op ingehamerd dat we dan rijtjes moeten kunnen opdreunen. Terwijl, ja, als jij gewoon iets wilt vertellen over jouw week, vorige week, in de verleden tijd... dan ga je ook niet denken van, oh, ik moet de verleden tijd gebruiken. Nee, je denkt, ik wil over vorige week iets vertellen. Dus dan zeg je, ik heb gedaan, in plaats van, ik doe. <laughs> ja, dus... En dat is een beetje waar ik heel graag op wil inhaken, uh, met mijn manier van... Coaching, coachend lesgeven, mm -hmm. dat je het ook op een andere manier uh, kunt leren, dan, dan inderdaad die rijtjes. Want uiteindelijk gaat het er niet om dat jij een rijtje kunt optreunen, maar dat jij een, een zin kunt formuleren en jezelf kunt uitdrukken. Ja, precies. En dat is ook wel interessant, want ieder mens leert natuurlijk anders. Maar weet je, dat je dan die rijtjes leert en dat je dan, dan weet je gewoon niet hoe je dat moet toepassen. Terwijl als je mij zegt van nou, um, weet je wel, je gaat gewoon oefenen en je gaat gewoon heel veel doen en zo. Ja, dat, dat is veel meer mijn manier van leren. Maar ja, goed, ik, ik heb ook vrij school gedaan, dus dat is ook logisch eigenlijk. Oh, echt? Oh, leuk. Ja. ook. Ja. Oh, serieus? Ja, ja dus ja. dat is ook, weet je, dan leer je gewoon niet stampen en al die dingen, weet je, dat werkt gewoon anders, je leert het spelenderwijs en ja, dat is blijkbaar dus ook een methode die wel bij mij past en uh, misschien ook wel bij jouw dochtertje. Ja, ze is nu uh, zes, dus ze is alle letters nu aan het leren met schrijven en dat is ook zo ja. leuk, want ze leren die dan compleet fonetisch eigenlijk, want ze was gisteren, dan, uh, gisteren bijvoorbeeld hadden ze de korte EI geleerd, EI. Maar dat heet dan niet EI, dat is EE. -E, want de I is de IE. <laughs> dus ik vond het wel heel grappig dat ik dacht: oh ja, ze leren echt de klanken en niet de letters van het alfabet. Dus uh, het is echt uh, toegespitst op hoe kinderen leren. En dat vind ik heel mooi om ook bij haar uh, terug te zien komen. Dat ik denk van: oh ja, zie je, er zijn zoveel verschillende manieren eigenlijk waarop we dingen kunnen leren. Uh, waarop we kunnen zorgen dat het beter beklijft dan puur en alleen, oké, okay, zo is het. En als je het niet kent, dan, uh, dan, dan klopt het niet. Ja, dan krijg je een grote nul. Ja. En, dan gaat er, en dan gaan er allemaal met de rode pen fout ja, ja. Ja. Weet je wel, dat gevoel. Terwijl je inderdaad ook gewoon kan zeggen van, ja, kijk naar wat... Ja, ik geloof daar sowieso heel erg in van, van waar ligt het talent, waar ligt het gevoel. Ja. En dan vanuit die manier uh, dingen leren. En ja, ik weet nog steeds de K... Koningsletter, de K. En dan moest je dan dat ook bij uitbeelden. Dat moest je echt helemaal in je lijf, moest dat helemaal... Ja. ja, nu denk je misschien ook van... Oh, misschien een beetje zweverig. Maar ik weet het nog steeds. Het is echt wel best lang geleden. Ja. Dus uh, ja. Dus dat vond ik wel heel leuk daaraan. En uh, ja, en inderdaad gewoon alleen al... Sommige mensen kunnen het wel heel goed met draaitjes leren. Dus, maar het besef van... Hé, hey, iedereen doet dat op zijn andere manier. En ik kan me voorstellen dat voor jouw klanten... En die een programma bij jou volgen. Ook gewoon heel fijn is. Want ze moeten het meteen ook in de praktijk brengen. Weet je? Ja. Ze gaan wat in een land. Of ze hebben een partner. Ze willen natuurlijk gewoon een gesprek kunnen voeren. Ja, dan, Als je dan eerst 26 rijtjes moet gaan lopen leren. Om een zin te kunnen uitspreken. Ja, dan heb hebben helemaal geen zin in. Ja. Gewoon leuke dingen. En je wil een avontuur beleven. En je wil naar de supermarkt kunnen. En je wil op je werk. Uh, goedemorgen tegen je collega's kunnen zeggen. Weet je wat. Dat soort dingen. Ja. 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 Dus dat uh, is wel tof. Ja, en wat, je, wat ik vaak ook merk bij mensen... die dan volgens de traditionele manier aan het leren zijn... is dat ze toch hè, het idee hebben van... ik moet eerst mijn cursus afmaken... en als ik dan alles weet... dan kan ik met mensen gaan praten. Ja. Terwijl... ja, zo werkt het. Het is niet kennis die je opslurpt... en die je vervolgens ineens op een magische wijze kunt toepassen. Het is echt constant ja. die taalpatronen herhalen, herhalen, herhalen... waardoor je het je eigen maakt... waardoor je er niet meer over na hoeft te denken... Dus het is ja. echt inderdaad uh, zoveel mogelijk input, zorgt voor zoveel mogelijk output. Ja, ja. en op verschillende manieren. Ja. En dan inderdaad met, met alle, ja, nou ja, goed, inderdaad, de holistische kijk erop. Leuk. Ja, tof. Um, ja, nou ja, goed. Dus dat vind ik heel leuk om te horen van je. Maar ik ben natuurlijk ook heel benieuwd naar nog veel meer dingen over je. En deze podcast die gaat over wat maakt jou rijk. Ja. En uh, ja, rijkdom. Iedereen ziet het op een andere manier. We gaan het zo over hebben hoe jij het ziet. Maar rijkdom gaat natuurlijk ook over geld. Mm -hmm. En um, ja, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Ik vind het een hele leuke vraag. Uh, wat heb ik van huis uit meegekregen? Nou, mijn vader heeft altijd gewerkt op een bank als directeur en verzekeringsagent. Risicovermijdend. Um... Goed tussen de regeltjes doorlezen. Dus mijn vader is altijd heel um, ja, slim omgegaan met geld. Goed opzij zetten, goed sparen. Um, en, en hij is ook degene die mij nu af en toe helpt dan met de belastingdingetjes. En ook aangiftes en zo. En dan denk ik, oh. Soms is het ook een beetje een raadsel voor me. Geld. <laughs> maar juist omdat het in, van de huis uit altijd zo... Goed geregeld was en dan heb ik soms nu het gevoel van: Oh ja, dan moet ik het allemaal alleen doen. <laughs> Hoe dan? Maar um, ja, wat ik eigenlijk heb meegekregen is: um, Hard werken, goed sparen. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Lukt dat? Het lukt wel, maar vaak is het dan: Bespaar ik voor een doel en dan is het daarna ook wel weer gewoon: Oh ja, nu moet ik weer opnieuw sparen. <laughs> Oké, okay, ja. Ja, want ja, het is grappig, want bij sommige mensen gaat juist um, dat wat ze meegekregen vanuit huis, dat gaat juist precies het tegenovergestelde ja, in hun eigen leven. Um, dus dat ze inderdaad vroeger heel zuinig zijn opgevoed en dat ze dan dus juist precies heel erg uh, uitgeverig worden. Hmm. Of juist uh, heel spaarzaam, juist heel erg, uh, nou ja, het was overal en dat je dan juist heel andere... Keuzes maken. Dus dat is wel ja. grappig. En sommige mensen nemen inderdaad die patronen volledig over. Het is zo leuk om te, om te horen hoe dat dan werkt. Ja, dus ik denk dat we een beetje in het midden zaten. Want ik kan niet zeggen dat, we, dat er extreem veel geld uitgegeven werd. Al weet ik nog wel eens dat er vroeger ook wel eens op de basisschool een kindje aan mij vroeg: van, uh, zijn jullie rijk? Want jullie hebben zo'n grote auto. Maar ja, wij waren met zes thuis. Ik heb uh, twee broers en ja. een zus. Dus we hadden inderdaad een grote auto. En we hadden het niet, zeker niet slecht. Vooral, ja, het, het was een grote familie. We gingen toch wel elk jaar uh, op vakantie een paar weken naar het buitenland. Maar ja, het is ook niet zo dat we elke week uit eten gingen en maar alles mochten hebben waar we om kruisten. Ja, dat kan ik niet met vier kinderen. Weet je, ik, ik heb nu zelf één nee. kind. En dat ik af en toe al denk van, oh ja, wauw, kinderen vragen echt bij elk klein dingetje dat ze zien. Ja, ja. Die moeten ook gewoon nee uh, kunnen leren, leren zeggen. Ook al. Merk ik nu hoe lastig dat is als ouder? Dus uh, ja, ik heb wel respect voor hoe mijn ouders dat gedaan hebben. En ook mijn, mijn moeder is altijd uh, thuis gebleven voor de kinderen. Die is echt pas gaan studeren toen mijn jongste broer naar de middelbare school ging. Toen was ik denk ik uh, 15 of zo, 14, 15. Mm -hmm. Ja. Dus uh... ja. En nu is ze ook, uh, ja, ze heeft het heel erg naar de zin om te werken. Mijn vader is inmiddels met pensioen, die is echt aan het genieten. Dus ik heb wel, ik ben wel blij met hun, met hun voorbeeld. Ja, ja. mooi. En, en als je als je geld hebt gespaard, <laughs> waar geef je dan aan uit? Ik heb reizen. Een kant <laughs> Dat je kunnen raden, hè? Ja, ja, die had ik wel kunnen raden. Ja, ja vooral reizen. Reizen. Um... Ja, weet je, dan gaat toch altijd zo'n ticket en een, en een verblijf. Uh, er zijn altijd wel de grootste kosten. Maar ook uh, feestjes uitgaan, uit eten vind ik heel erg leuk. Ik hou van feestjes. Nou ja, dansen zei ik net al. salsa vind ik ook leuk. Uh, Dagje sauna, ja, toch een beetje wel. Af en toe vind ik het ook lekker om mezelf in de water te leggen. En ik ben een enorme boekenworm. Ik heb, best... okay. ik heb te veel boeken. <laughs> kan niet, bestaat niet te veel. <laughs> Ja, Trouwens, was af en toe wel, dat ik denk, oké, okay, Tabby, eerst gaan we die uitlezen. Want ik ben altijd minstens drie boeken tegelijk aan het lezen. Dan gaan we pas een nieuw boek kopen. En dan, soms dat is het echt zo: dan zit ik weer te scrollen op uh, bol.com. En dan denk ik, ik heb nog twee boeken liggen die ik niet heb gelezen. Weet je, laat ik die eerst maar lezen. <laughs> Ja. Ik heb nog een mantra gehad hoor, van ik heb al een boek. Ja. <laughs> ik heb dat, als ik in een boekhandel kom, dan, oh, dan wil ja. ik alles hebben. Maar ik heb nee. ook heel lang, ik heb tien jaar in een boekhandel gewerkt, part-time hoor. Maar, maar uh, en dan uh, oh, lag achter oh, zo'n hele stapel van boeken die ik allemaal mee naar huis wilde nemen. Mijn baas maakte er altijd grappen over. Zo van, uh, dat ik een gat in mijn hand had. I feel you woman, Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. <laughs> Ja, ik weet niet. Ik, ik hoef niet eens alle boeken te lezen, maar ik vind het gewoon heel lekker om boeken te hebben. Mm -hmm. en, um, en dat was echt wel een dingetje. En toen ging, ging ik mijn huis uh, verkopen, en, uh, toen, want ik wou digital nomad worden. En dacht, ik ga reizen. of nooit meer een huis. boeien. Ik ga lekker, ik doe allemaal spullen weg. Ik heb dus ook het grootste gedeelte van mijn boeken weggedaan. gedaan. Auw. Oud. ja. Yeah. Oh, I feel you. Yeah. Ik heb vorig jaar mijn huis gemarikondo'd. En ik heb stiekem de mijn boeken nog in mijn schuur staan. Yeah. Ik moet hem nog steeds yeah. opruimen. Dat herken ik wel, ja. Het ja. van bij een vriend uh, in de kelder neergezet. Ja. Ja, voor als, het, als ik het toch nog spijt krijg. Ja. Maar niet alles. Ik bedoel, zeg, ik nee. moet zeggen dat ze, bij de, de Klingelobwinkel wel echt zoiets had van, wat? Heb ja. jij een boekwinkel weggedaan? Ja. Dus nu heb ik nog maar één plank, maar die is wel driedubbel. Driedubbel vol. Oh, heerlijk. Ja, maar dat is wel grappig inderdaad. Ja, ja boeken, dat is toch wel ook iets. Ja. En ik heb ook een hele tijd Spaanse boeken inderdaad gehad. Of Spaanse schrijvers. Ah, leuk. Dus, ja, dat is wel grappig, ja. Nou, ja dus boeken, nou, ja, maar in ieder geval voor de rest klinkt het inderdaad als je heel veel geld... Nou ja, of heel veel in ieder geval je geld graag uitgeeft aan dingen waar je geniet. Dingen, koestermomenten, ervaring. Ja, ja en ja. verder heb ik een vrij uh, sober leventje, dus dat denk ik ook. Het moet ook gewoon kunnen. Het moet ook leuk blijven. Ja, ja toch? Ja, toch? Dat vind ik ook. Hé, hey, en, en je laatste, laatste reis, waar was die heen? Welk Spaans gebied? Uh, dat was in november naar Madrid. Oké. Okay. Ja. Ja. Mooi, Madrid. Ja. ja. Like. Vind ik heel mooi, Madrid. Um, ja, en... Um... Nou, ja, dat is wel duidelijk waar je gaat. Uh, waar je gaat ja, en ik uh, I can relate helemaal. Um, en ik ben even nieuwsgierig. Ja, misschien heb je dat wel eens meegemaakt, misschien ook niet. Um, stel nou dat jij nog één tientje zou hebben. Wat zou je dan doen? Oeh, ja, die vraag heb ik wel even over na moeten denken hoor. Een tientje. Ze dus zou eigenlijk zeggen: als je zo weinig hebt, dan ga je in een standje overleven zitten. Dus toen dacht ik, want ik dacht eerst: dan ga ik een ijsje eten met mijn dochter. She loves it. Ik wil haar gewoon blij maken. Maar ja, dan heb je nog zes euro over en dan wil je ook nog eten. Maar ja, dan is je geld op. Dus ik zou misschien toch ja, een deel daarvan in marketing stoppen of zo, zodat ik er meer van kan maken. En toch ook wel dat ijsje halen en, uh, en misschien met wat restjes uit de keuken zelf iets aan elkaar flansen. Maar <laughs> nou, ik zou wel kijken van, hoe kan ik hier meer van maken? In plaats van, hoe kan ik dit aan het allergeweldigst opmaken? Nee, ja, ik heb wel uh, een klein meisje waar ik uh, mijn verantwoordelijkheid voor me neem En ik denk, nee, daar moeten we goed voor zorgen. Hoe kunnen we van dit beetje meer maken? Ja, ja. maar dus een moederspirit en een ondernemerspirit. Ja, <laughs> ja. Dat is cool, ja. En als je een tientje op straat vindt? Als ik een tientje op straat vind? Ja, waarschijnlijk stop ik hem dan in mijn portemonnee. En dan, uh, ja, ik ga bijna elke week wel een keertje iets drinken met een vriendin of zo. Een kopje koffie op een uh, terrasje. Ik geef bijna nooit contant geld uit, maar soms nee. dan vind ik hem ineens in mijn portemonnee. En dan, het uh, is <laughs> dus meestal als je dan het eten gaat of zo. Dan, uh, ja. En... Um... Stel nou dat uh, je echt zo'n zo kraan hebt waar gewoon zo. Fiech, en er gewoon oneindig veel geld uitkomt. Abundance. En het kan niet op, het kan niet op, het kan niet op. Dus het is niet een miljoen of zo dat er een grens aan zit. Nee, gewoon. Wat, hoe zou je leven er dan uitzien? Oh my god, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Ik kan me dan niet eens voorstellen. Nou, eigenlijk zeggen ze altijd wel: hè? the universe is abundant. Dus we hebben, we hebben gewoon eigenlijk alles al. Maar als hij, niet, als hij niet op kan... Ik ben altijd een beetje bang dat je dan... Weet je, nu moet je ervoor werken. Dan, dan ken je de waarde ervan. Maar als, je, als het zomaar naar je toe komt... Ken je dan de waarde er nog wel van. Want als je zomaar je geld gaat verkwisten of zo... Ja, ik denk toch ook... Uh, ik, ik, ik moet denken nu aan Keanu Reeves. Ik vind hem zo'n geweldig voorbeeld. Uh, hij is een acteur. Ik weet niet of je... Ja? Ja, ik ken hij hem al, en, um, Ja, een, een heel groot deel van zijn geld uh, geeft hij aan goede doelen. Dat ik denk van... Ja, ik vind, ik vind dat zo... Ik krijg daar gewoon warm van als ik daaraan denk. Ik denk, weet je... Ik denk dat ik het toch ook uh, wil delen. En ja wat, zo? ja, wat moet ik ermee, denk ik dan? Tuurlijk, je wilt jezelf ook uh, het allerbeste toewensen. Maar... Um... Maar ja, ik wil het wel delen. Happiness is better when shared. <laughs> ja. ja. Een Mooiere wereld kan maken. Ja. Maar ik wil niet een, uh, een groot huis of zo? Of een, uh, uh, weet ik veel, een leuk huisje ergens in een Spaans land? Of, uh... Ja, ik ben super blij met mijn huis hier. Maar ik, ik, wat mij meer roept nu is echt, Long-term long travel. Met mijn mm -hmm. dochter. En uiteindelijk lijkt het me super tof om uh, weet ik veel retreats te gaan geven op Tenerife. En, uh, en daar misschien mijn eigen plekje te hebben, maar dat, dat is iets. Uh, ja, wat echt nog in de verre toekomst ligt. Dus ik zou echt, als ik het voor mezelf zou gaan gebruiken, denk ik uh, ja, gaan reizen, plekken, nieuwe plekken verkennen en uh, ja lekker gaan ontdekken. Ja, je bent ook natuurlijk nog. Ja, je, je hebt wel een ondernemersgeest. Maar je bent zelf nog niet zo heel lang bezig met ondernemen. Ja. Dus dat is natuurlijk ook, dat mag ook groeien. Hè? Dat zo werkt ja. dat ook een beetje. Ja. Dat je gewoon, weet je, eerst moet je, je eerst nog voorstellen dat je überhaupt gewoon kan leven van je business. Ja. En ja, soms word je wakker met een fantastisch idee en dan loopt het meteen. Dat kan natuurlijk. Maar de meeste mensen het toch een beetje opbouwen. En dan een beetje gaan voelen van oh, hey, ik kan geld verdienen met wat ik tof vind. Ja. En dan, ja, weet je, dan gaan die dromen, die worden ook steeds groter. Dat is vaak wel zo, kan ik je uit ervaring ja, zeggen. Ja, zeker. Ja, is het voor mij ook wel een reis geweest, hoor. Als ik zie waar ik nu sta waar ik een jaar geleden stond. Ik echt, uh, ja, dan weet ik niet eens waar ik over vijf jaar sta, zeg maar. Als dit zo ja. doorgaat in een stijgende lijn. Ja, dus af en toe is dat ook wel een mooi dankbaar uh, moment om daarbij stil te staan. En te denken van, wow, misschien ben ik over vijf jaar wel daar. Ja, ja. Ja. Retreats in Tenerife klinkt niet als een onhaalbaar iets of zo. Nee, toch? Nee, helemaal niet. Nee. Super. Nou, uh, sounds good. En, um, en de, de key vraag van deze podcast: Wat maakt jou nou rijk? Ik voel mezelf een beetje in herhaling vallen. Ik denk toch ja. het feit. Um... Ik, ik voel me nu... Ik woon in Nederland, maar ik voel me echt tussen twee werelden inleven. Want bijna al mijn dagelijkse contacten zijn spaanstalig Inmiddels. En ik vind dat zo'n verrijking van mijn leven. Ik ben zo blij en dankbaar dat ik... Uh, ja, dat ik die mensen om me heen heb. En, uh, en dat ze mij ook opnemen in hun community. As if I'm one of them, zeg maar. Yeah. Heel bijzonder. En uh, ja, ik vind dat... Ja, ik kan me dan nooit voor kunnen stellen dat hier te hebben, dus dat maakt het voor mij nu ook, weet je wel, heel veel mensen, heel veel van mijn klanten vragen mij... van, ja, waarom woon jij dan niet in Spanje? Waarom woon jij in Nederland? En dan, weet je wel? Denk ik nu van, oh, ik heb het echt, ik heb het zo goed hier, ik ben zo blij. Dus um, ja, dat, dat maakt me echt enorm rijk, dat ik uh, ja, mensen uit zoveel nationaliteiten om me heen heb en van hun mag leren en met ze kan lachen. Ik heb afgelopen uh, Oud opnieuw uh, met een aantal Latina's gevierd En ik was de enige die als hartstikke nuchtere Hollander Een beetje in een huis kloffie Nou ja, kloffie ook weer niet Maar Latina's helemaal opgedoofd Zwarte glitterjurkjes, hakjes aan Ik zeg, uh, hadden jullie mij niet even vertellen, kunnen vertellen Wat de dresscode was vandaag? Ja Ja, die hebben we geen Maar uh, ja, zo okay. vieren wij uh, Want ik moest zo dat was echt heel grappig dus weet je wel, zo'n, ja, van, van die dingen die maak ik elke week met ze mee. En dat zet dingen ook weer een perspectief voor mij. Dat ik denk, weet je, het hoeft ook niet allemaal perfect volgens onze Nederlandse in kader gebrachte regeltjes tussen aanhalingstekens. Dus uh, ja, dat maakt me echt heel rijk. En mijn dochtertje ja. ook. Het boodschap. Ja. ja. En, en um, wat denk jij dat jouw grootste goud is? En goud, dat zie ik eigenlijk als um, alles wat je in je leven vergaard hebt aan kennis, vaardigheden, talenten die je hebt, maar ook levensinzichten, eigenlijk alles, alles wat in je toolbox zit, hmm. uh, wat je kunt gebruiken om andere mensen mee te verrijken, dat noem ik je goud. Wat, wat denk jij dan, wat vind jij dan dat jouw grootste goud is? Nou, ik hoorde jou net aan het begin zeggen van, uh, je hebt zo'n uh, enthousiaste energie en ik krijg dat de laatste tijd van zoveel mensen terug, dat ik af en toe denk, ben ik dan zoveel optimistischer dan andere mensen ofzo? Maar blijkbaar ben ik een heel, uh, ik, ik zie het zelf niet per se zo, maar heb ik een heel groot doorzettingsvermogen, ik heb echt wel grote tegenslagen gehad in mijn leven, uh, ja zwangerschap En de bevalling van mijn dochtertje waren best wel een, een, een live event, om het even zo te zeggen. En daarna is ook de relatie met haar vader uh, compleet uh, ja, uit elkaar gevallen. Dus ik zorg compleet uh, ja, zelfstandig voor mijn dochter, sinds haar geboorte al. En uh, ja, daar heb ik echt wel moeite mee gehad om dat op de rit te krijgen, zeg maar, op uh, emotioneel en mentaal gebied. En nu, uh, ja, nu heb ik zoiets van. Uh, kom maar op. <laughs> ja, dit, uh, dit was heel heftig. Maar nu, mijn dochter is zes, wordt steeds zelfstandiger. Ik heb mijn eigen onderneming, ik heb mijn eigen huis. Alles gaat helemaal super. Um, dus nu kan ik ook weer denken aan. Wat is mijn passie? Wat, uh, ja, ik, en ik voel die levensenergie ook wel helemaal stromen. Dus ik vind het wel grappig dat ik die. Uh, ja, die opmerkingen dan krijg Maar ik denk wel dat dat, ja, mijn, mijn grootste goud is. Dat ik ondanks dat het, weet je, en ik, ik ben ook echt wel depressief geweest. Uh, en dan, ja, zoek ik, ben, zoek ik toch meteen hulp. En, en ga ik voor mezelf regelen. Uh, dat ik de dingen weer op, op de rit krijg. En dat ik weet dat dat, weet je, dat gaat ook weer voorbij. Dus ja, ik, en nu gaat het goed. Ja, dat gaat het ook weer een keer voorbij. Wat ik, ik wel denk van. Ik, ik kan dingen wel in perspectief zetten. Ik kan dingen wel in twijfel trekken. En weten dat, ook al voel ik me op zo'n moment uh, op een bepaalde manier, dat dat, dat dat meer zegt over mij dan over de situatie zelf. Ja. ja. En je hebt de ervaring nu inmiddels dan dat het tijdelijk is. Ja. Ik denk dat het helpt. Dat je weet van, oh ja, ja, dit is wel even pittig dit. Maar ik ben er vorige keer ook uitgekomen, dus ik kom er nu ook alweer uit. Ja, dat je echt jezelf uh, uh, kunt vaststellen. Ik denk ook wel dat, uh, dat het stukje, um, nou, alleen zijn moederschap, maar ook het reizen me daar heel erg in heeft geholpen. Want ik, de eerste keer dat ik alleen op reis ging, ja, Brabantse dorpsmeisje, nou ja, ik ga maar wonen in een wereldstad als Barcelona dan. Nou, je weet niet wat je meemaakt. Ik voel me in Amsterdam en heb nog steeds, voel ik, hartstikke ik oh, voel okay. me hartstikke wereldvreemd. Ik kom me daar echt niet op mijn plek. Gewoon, ik, nee. ja, ik woon in een Brabants dorpje. Maar als je dan alleen op reis gaat. en oké, okay, ja, ik sprak dan de Spaanse taal. dus ik kon mezelf wel onder woorden brengen. maar je komt in een totaal andere context. en je moet daar toch je weg zien te vinden. Als blanke vrouw. Nou, dan hebben we van tevoren al, al verhalen. van. Oh, zou je dat doen? En dat is gevaarlijk. en uh, veel criminaliteit. En, nou, noem maar op. En het dan toch zelf beleven. en een super positieve ervaring hebben. Ja, die mijn leven. Compleet veranderd heeft, letterlijk. Want ik, anders had ik bijvoorbeeld mijn dochter niet eens gehad. Um, ja. ja, dat vind ik echt goud. Ja, ja. ja, dat is het ook, denk ik wel. En het is, het is ook wel, weet je, dat je je kan redden in een grote stad, ja. terwijl je eigenlijk dat ook wel spannend vindt, dat is natuurlijk ook goud. En dat je met je kind kan reizen. Al is ze nog zo klein. Dat is ook goud. He, dat durft ook niet elke alleenstaande moeder yeah. je kind pakken en dan gewoon lekker een beetje ergens naartoe gaan. Uh, kijk maar even wat we daar gaan doen. Ik ben gaan backpacken met mijn dochter toen ze anderhalf was in Mexico. <laughs> ja, nou, ik bedoel maar uh. over goud gesproken. Ja, maar yes. dat zegt wel iets over wie je bent en hoe je, ja, hoe je blijkbaar naar de dingen kijkt, want. Yeah. Ja. Dus blijkbaar nieuwsgieriger dan dat je bang bent. Ja, ik wil mezelf niet zomaar bij de pakken neer laten zitten. Het is gewoon dat ik denk, weet je, het leven heeft zoveel moois te bieden en de wereld is zo groot. En ook, ja, nu je vandaag, nu in het opnemen heeft het in Nederland gesneeuwd. En dan zit ik van de week met iemand in Chili te bellen en die zegt, ja, hier is het zomer, hier is het 40 graden. En dan is het, weet je wel, dat ik denk, we wonen in zo'n vreemde grote wereld en we kunnen nog zoveel van elkaar leren. En ook, weet je, hij zei, uh, ja, en zijn in, uh, zijn in Nederland dan de scholen niet dicht in januari? Ik zo, nee, hoezo? Ik zei, hier is het zomervakantie in juli en augustus. Oh, hoe zei hij? ja, hier, hier is het, in, in januari is het dan uh, zomer, dus wij hebben zomervakantie. Ja. Van die, weet je wel, het, het trekt dingen gewoon uh, uit hun perspectief. En dat vind ik... Um... Ja, zo, zowel het stukje yoga, want daar hebben we het ook nog niet over gehad. Ik, heb, uh, ik ben ook yoga docenten. Yoga, een taal leren en reizen is gewoon dingen zien vanuit een ander perspectief. Zonder dat er één bepaalde standaard norm is waar je aan moet voldoen. En dat vind ik wel in Nederland. Um, ja, in alle landen is dat wel. Idee. Elk land heeft natuurlijk zijn eigen manier van leven, zijn eigen cultuur die dan als normaal wordt beschouwd. Maar. Als je buiten dat perspectief kunt stappen en er vanuit een andere hoek naar kunt kijken. Ja, Dat is goud. En dan wil niet zeggen dat de andere manier dan beter is. Nee. Maar wel dat je voor jezelf kunt besluiten: van ja, maar wie ben ik eigenlijk en, en hoe zie ik de dingen en wat is voor mij goed? Ja, welke, welke manier vind ik leuk? Bij, bij welk stukje sluit ik maar dat vind ik inderdaad, dat vind ik eigenlijk het allerleukste van ruizen en andere culturen. Dat je dan even in die schoenen mag staan en dan even kijken van wat is hier allemaal leuk aan? Ja. En dan van, ja, ik doe dat ook. Dan neem je daar dan een stukje van over. Van, oh, dit vind ik heel leuk aan deze uh, cultuur. Ja. En dit vind ik heel leuk aan die cultuur. En er is niet één heilig of er is niet één ding van, oh ja, we hebben het in Nederland natuurlijk best wel goed. Maar het is natuurlijk ook wel helemaal vast geregeld allemaal. En dan kom je inderdaad in landen als Spanje, maar waar ze dan ook weer wel gekke gewoontes hebben. Dat ze inderdaad altijd, uh, altijd zo uh, op ziek moeten. Dat, dat is mij ook opgevallen, inderdaad. Maar ja, ook andere dingen, weet je wel. Ja, en dat vind ik. Dat, ik vind dat inderdaad ook een verrijking. Dat je dan mag zien van oh, en ook besef van oh, we zien het anders, maar we hebben eigenlijk allemaal dezelfde wensen en dromen. Ja, ja het brengt is... ook uh, meer eenheid en begrip op, vind ik. Omdat je niet alleen de verschillen gaat zien, maar ook de overeenkomsten. Ja. Dat we allemaal interne struggles hebben en daar gaan we wel op een andere manier mee om. Ja. En we drukken het op een andere manier uit. Maar, uh, maar ja, we zijn, weet je, we zijn allemaal mensen. En ja, ik, de mooiste momenten van mijn reizen blijf ik toch... Hè, als je in, in de bus zit naast een, een Maya-vrouwtje... die gaat vertellen over hoe ze opgroeide. Ja, dat is gewoon dat ik dacht... Holy moly, zo'n gesprek had ik nooit kunnen voeren... als ik hier niet heen was gegaan. Allereerst en haar taal niet had gesproken. En ik vind dat echt... Um, het verbindt mensen... En die verbinding, ja, uh, ja die mis ik uh, uh, af en toe in ons uh, digitale leventje tegenwoordig. Ja. ja, nee, dat snap ik heel goed. Ik, dat is ook, dat, ik realiseerde me laatst ook van waarom vind ik nou dat storytelling zo belangrijk. En dan komt toch wel weer heel erg binnen van, ja, maar je kan via verhalen kan je gewoon met elkaar verbinden. En als ik weet, jouw verhaal ken, een beetje weet hoe jij in elkaar zit, wat jij belangrijk vindt, wat jij leuk vindt. Dan, weet je, dan kan ik daar raakvlakken vinden en dan, en dan zijn we verbonden en dan kunnen we daar een gesprek over hebben. En ja, dat is extreem belangrijk. En niet alleen omdat het leuk is en omdat we gewoon. Ja, jij bent ook nieuwsgierig, ik ben ook heel nieuwsgierig. Maar ook omdat we dan elkaar beter gaan begrijpen. En dat ja. je gewoon. Ja, man, dat is essentieel. Dus, uh, ja, dus dat vind ik wel. Uh, en dat is natuurlijk het leuke van, van, de, van reizen ook. Dat je gewoon. Um, je komt echt altijd op plekken. En het leukste is als het inderdaad een beetje, of een beetje misgaat. Of dat je inderdaad... Wat ik heel vaak doe, dat ik gewoon in een... Maakt niet uit waar het is. Um, een stad of, of een land. Um, een trampak of een bus of iets. En dan niet, niet, gewoon niet kijken waar gaat die heen. Maar ja, ja, gewoon ergens ja. gaan kijken. En dan... Toen, was ik in Londen en toen had ik de metro gepakt. Toen kwam ik echt in een best wel... Ja, wat zullen we zeggen? De meest spannend wijk. kwam ik boven de metro, in de metro uit. zelf handen, even van even koekeloeren van... En toen dacht ik van... Oh, ik vind het hier spannend. En toen ben ik dus gaan lopen. Van, gewoon eens kijken van wat gebeurt er dan... Uh, als ik hier dus in mijn eentje loop en het spannend vind. Ik vind het meestal helemaal niet spannend. Maar dit was echt wel dat ik dacht van... Hé, hey, er is een vibe hier die ik niet helemaal voel. Nou ja, dat is een beetje... Ja, ah, echt unknown territory. Ja. Yeah. En zo heb ik ook in wel eens een keer een gehuurd. En toen kwam ik... Uh, uh, ik had wel mijn telefoon mee, met navigatie. En toen zag ik op een gegeven moment... Het zag ik ergens st het strand. En toen dacht ik van... oh, ik wil naar het strand rijden met dat brommertje. En toen kon ik helemaal de weg niet vinden in. in the middle of nowhere... met die brommer gestrand. Op <laughs> een of ander vaag pad waar je amper kon rijden. Uh, en toen deed mijn navigatie niet meer... want was helemaal geen bereik daar. Dus toen stond ik daar en dacht ik van... nou, mm, oké. Okay. <laughs> en dan, ja, daar ga ik gewoon terug. Maar dat was wel... dat vind ik wel leuke dingen altijd. En de ontmoetingen met mensen. ja. En, de, en echt de mooiste verhalen en de, ja, altijd super boeiend. Absoluut. Uh, ja. Um, yeah. En leuk dat je, dat je dochtertje dus ook al op zo'n jonge leeftijd dat mag meemaken. Misschien beseft ze het nog niet super erg, maar ja, ja dat ja. gaat wel natuurlijk in je systeem zitten op een bepaalde manier. Dus dat is wel mooi. Ja, en ook, weet je, ik heb mezelf heel erg voorgenomen. Wel ook van, ook al is haar vader niet aanwezig in haar leven, ik wil haar wel ook, ja, dat deel van haar roots uh, meegeven, dus ik vind dat ook wel tof um, dat ik die nu hier kan vinden ook, in plaats van dat ik echt ja dat moet gaan opzoeken, omdat ik zo'n leuke community om me heen uh, heb gecreëerd nu. Ja, ja, super. Um, ik kan me voorstellen dat dat ook heel inspirerend is, omdat op die manier, um, nou ja, met je community dat, die, dat je daar heel veel inspiratie uit haalt. Ja, zeker. Um, ja, en dat dat, uh, dat is ook echt wel dat is wel het voordeel natuurlijk ook wel weer van het online ding. Het is wel jammer dat je elkaar niet in het echt kan zien. Maar my god, wat kan er allemaal veel? Ja. Dat je inderdaad kan connecten met. Ik heb elke week drumles met mijn drumleraar die in uh, um, San Francisco is. Ja, het is echt leuk. Ik heb aan de ene kant natuurlijk mijn online community met mijn klanten. Maar ik heb ook dan hier de lokaal um, die Latina dames. Ja. Dus uh, ik heb af en toe een au pair in huis. Dus dan spreken we ook de, de hele dag Spaans in huis. Leuk. Om toch, uh, weet je wat ik denk? Ook al kun je niet altijd weg, je kunt het ook naar je toe halen. Ja. 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 Dus uh, dat is... Maar... Dat... Sorry. Ik wou zeggen, met mijn klanten ook. Ja, super bijzonder dat ik van dichtbij mag meemaken hun proces. Want de meeste die met mij terechtkomen wonen net in Spanje en... Weet je, die zijn net verhuisd, net de hele reuter met teuten achter de rug, alle spullen inpakken, afscheid nemen. Ja, en dan begint het avontuur pas. En ik vind het zo bijzonder dat ik dat al van dichtbij mee mag maken. Ja, heel leuk. Um, ja, dus ik, ik, um, ik wilde eventjes een brugje maken naar, uh, naar inspiratie en naar uh, jouw favoriete boek. Ja. Wat is jouw favoriete boek? Kan je, heb je er eentje? Ja. Kan je kiezen? Nee, hè? Nou, er kwamen er twee in mij op. Um, Don Quixote, Don Quixote de la Mancha. Um, heel oud boek, natuurlijk, van Cervantes. Dat is echt een, um, ja, de mascotte van Spanje, zo ongeveer. Ja, en, Ik heb het um, gelezen. ja. <laughs> Ook voor Spaans, hè? Dat... <laughs> ja, maar nou ja, het is een mega boek en mega uh, intertextuele metamessages eigenlijk. Uh. Maar het komt erop neer dat uh, die, die ridder, die de hoofdpersoon is, uh, die spoort niet helemaal. Maar hoe verder je in het boek komt, hoe verder je je gaat afvragen van, spoort hij niet of spoort de rest nou eigenlijk niet? Spoort de wereld niet? Is zijn fantasie eigenlijk heel rijk? En leeft hij een prachtig leven? Ook al denkt, hij dat ook al denkt iedereen dat hij gek is. Dus um, over het stukje over dingen in perspectief zetten. Zeker een aanrader. Er zijn hele korte versies uh, en vertalingen van beschikbaar. Als je echt de rauwe versie gaat lezen, dan uh, ben je wel even bezig. <laughs> en een ander boek wat in mij opkwam. en dan die, maken we de brug even naar Latijns-Amerika. is uh, 100 jaar Eenzaamheid van uh, Gabriel Garcia Marquez. En um, dat is een boek waarin uh, geschiedenis zich steeds herhaalt. Maar daar zitten ook heel veel um, uh, van het magisch surrealisme in. Dat is een, een, een schrijverstroming. En dat is voor mij een beetje uh, de smaak van Latijns-Amerika: er is zoveel mm. verbinding met, ja, met het spirituele, met de voorouders, met um, ja, het, het ontastbare. En tegelijkertijd omdat in dat boek steeds de geschiedenis zich herhaalt, steeds dezelfde dingen gebeuren, met dezelfde namen, uit dezelfde familie. En dat je daarover na gaat denken en dat je denkt, ja, wij komen eigenlijk met deze hele, um, hoe zeg je dat? Samenleving. <laughs> Ook al denken we dat we in 2023 heel ver ontwikkeld zijn, weet je hoe vaak hoor je wel niet zeggen, ja, we zitten nou inmiddels in 2023, dat kan toch niet meer? Alsof de geschiedenis, als dingen al ooit gebeurd zijn, zich niet meer. Zouden herhalen? Ja, eigenlijk zijn we een heel stom, uh, uh, stom uh, hoe zeg je dat? Stom soort. <laughs> wij leren niet van de geschiedenis, wij leren alleen van onze eigen fouten, maar niet van onze voorgangers. Ja. En uh, als je daarbij stil gaat staan, het is niet zo dat wij heel erg ver voorleggen op onze voorouders, want we doen nog steeds dezelfde domme dingen. <laughs> En je moet ze blijkbaar zelf maken, die fouten. Ja, je moet ze zelf maken. Dus ik vond het wel, ik ja. vind het ook wel, ik vind het een heel gaaf boek. Uh, omdat het ook dingen weer echt in perspectief zet van, ja, wat zijn we nou eigenlijk allemaal aan het doen hier op deze aardbol? En wat is, wat is de zin, nou we wel heel filosofisch, maar wat is de zin hiervan? Ja. Wat is de diepere ja. laag? Ja. Het is grappig, ik heb het wel gelezen hoor, maar dat is dus 30 jaar geleden dat weet ik niet meer precies. Ik weet wel dat het heel veel indruk op me maakte. En ik weet wel dat ik elke keer terug achter in het boek naar die tabel moest met die familieverbanden. Omdat het heel ingewikkeld is. Er komt als het goed is een, uh, een Netflix-serie uh, aan, maar ik weet niet wanneer. Ze zijn hem aan het opnemen, oh. geloof ik. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Het is inderdaad een vrij ingewikkeld boek. Ja. Het heeft een beetje Game of Thrones-vibes. Met zoveel verhaallijnen en namen. Ja. En dat je af en toe denkt: welke Aurelio ging er dan ook alweer over? Ja. Precies, ja, al die Aurelio's, ja. En, en, en inderdaad, uh, nou ja, gewoon die hele familiedynastie. En, uh, mm. en nou ja, sowieso het Spaanse. Daar hadden we het even in het voorgesprek al over. Omdat ik ook heel veel, heel veel Spaanse films heb gezien. En jij ook. Um, dat ze altijd inderdaad, dat magische realisme komt er heel vaak in terug. En het is altijd natuurlijk met veel drama en heel veel nou, emoties. En, en heel veel seks. En heel erg... Uh, Um, Zest for life of Lust for Life, dat is ja. echt wel een beetje Spaans of Latijns-Amerikaans vibeje wat erin zit. En inderdaad, in Latijns-Amerika weet ik ook van mijn studie um, heel veel boeken die met magische realisme een beetje zo doorgeweefd door, ja. uh, zijn. En uh, ja, dat is dat je dan niet weet of het nou echt is of niet, maar dat, dat het een soort vreelde. van. Ja, maar het is ja, het prikkelde nieuwsgierigheid. En het is inderdaad wel, uh, ja, ik vind het ook altijd wel boeiend. Ik vond het, uh, ik heb de uh, latijns amerikaanse literatuur als vak gedaan. En ja, fascinerend mooie en mooie gedichten ook. Mm -hmm. Ja, heel vind... mooie gedichten. Neruda en, uh, en Dario ja. vind ik heel tof. Ja. ja. Daar, daar, daar lag ook wel de, de nadruk op in mijn studie. Dus uh, um... Ja, dus dat weet ik ook nog wel. Het is echt wel dingen, gewoon hoe ze de dingen zeggen. En dat is ook wel wat mij heel erg aanspreekt daarin, in die cultuur. En in die... Ja, er, zit heel... er zit altijd allemaal lagen in en uh, het niet zo snel saai. Ja, <laughs> ja dus ik ben is... uh, na 17 jaar nog steeds niet verveeld door de Spaanse taal. Dus. Nee, 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 <laughs> ik begrijp het. Grijp je helemaal. Ik hoop dat we, dat we samen, <laughs> maar jij vooral, ook ja. uh, mensen nog enthousiast maken om. <laughs> ja. Dus wat te gaan lezen. Uh, of te kijken, Spaanstalig. Um, als het gaat over voorbeelden. Heb jij iemand die jou, uh, jouw voorbeeld is? Of, of een ondernemer of persoon waarvan je zegt: van, Nou, um, die doet iets wat ik heel interessant vind. Of dat zou ik ook willen kunnen. Nou, ik vind daar sowieso echt een heel leuk voorbeeld. Ik um, heb haar een aantal keer live mogen ontmoeten ook. En uh, ja, zij is natuurlijk ook single mom. En ja, ik vind dat zo tof om te zien, want zij heeft opgebouwd. En als je haar verhaal hoort ook, weet je wel, het is niet zo... Oh, jij was tv-presentatrice, dus jouw bedrijf is booming. Nee, nee, zij heeft daar keihard voor gewerkt. En um, ja, ik vind het tof omdat zij zo openlijk haar verhaal deelt en... Um, ja, ook nu, ja, een voorbeeldje van nu is dat ze dan hè, bezig is met haar leven als een danser. En ik zie vaak ook wel een bepaalde gelijkenis met, met haar verhaal, met mijn verhaal. Nou ja, dat dat alleenstaande moederschap. En ik ben ook heel veel aan het dansen nu en echt mezelf aan het herontdekken. En ja, het ondernemerschap is gewoon, het is een grote reis. En um, ik vind het tof om te zien dat zij, ondanks dat ze dus, uh, ja. Er alleen voor staat. Je staat er eigenlijk nooit alleen voor. Maar. Single moederschap. Dat ja. zij zichzelf ook. Uh, reisjes gunt. Uh, genieten van het leven. Af en toe gaat ze er alleen op uit. Ze heeft een team. Ze werkt 24 uur in de week. En draait toch miljoenen. Uh, dus naar haar kijk ik heel erg op. En ik leer heel graag van haar. En ze. En ze ook in haar sessies. Ze brengt dingen met zoveel compassie. En. Uh, mm -hmm. Ja, ik ben heel fan van haar. <laughs> dat kun je wel zeggen. En iemand anders waar ik laatst mee uh, heb samengewerkt is Mirjam Hegger. Mm -hmm. Mirjam Hegger, de, de podcast expert. Um, ja, zij, zij coacht echt fantastisch. En zij heeft mij geholpen ook enorm met mijn bedrijf op de kaart zetten. En uh, fantastische groep heeft ze bij elkaar gebracht. We zitten nu nog met z'n allen in een mastermind. Um, maar Mirjam. Ja. Mirjam gaat je niet vertellen wat je moet doen. Ze laat je heel erg kijken naar... Maar ja, wat wil jij dan en wat gaat voor jou werken. Maar wel kritisch jezelf... Uh, bevragen. Niet zomaar doen wat de ander doet... omdat het voor de ander werkt. ja. Mm -hmm. yeah. en, uh, en zij werkt heel erg met... Uh, uh, oh, hoe heet het? De Zone of Genius... van Guy Hendrix geloof ik. Ja. Yeah. Yeah. En dat... Uh, ja, het blijft een interessante manier ook om te kijken naar: oké, okay, maar waar spring ik echt mijn bed vooruit? Waar word ik blij van? Want als ondernemer en als moeder, je hebt zoveel te doen op een dag. Ik hoor af en toe zeggen mensen al tegen mij: van ja, je hebt 48 uur per dag zeker, want jij doet zoveel. En ik doe ook echt zoveel. Mm -hmm. En af en toe denk ik: oké, okay, moeten we even terug naar de tekentafel, even alles op een rijtje zetten waar word ik blij van en waar word ik niet blij van wat gaat goed en wat gaat niet goed en dingen gaan schrappen, want het is zo makkelijk om als ondernemer te zeggen, oh ja, dat doe ik wel terwijl ja. ja, is dat echt wat je verder gaat brengen op dit moment, of gaat dat je groei tegenhouden, want dat jij bijvoorbeeld ik noem maar iets, je omzet laat groeien en meer uren moet gaan werken ja, dan lever ik weer in op mijn tijd die ik bij mijn dochter ben, of, of mijn huishouden uh, en is het dat uiteindelijk waard, terwijl ik misschien ook meer omzet kan maken met mijn groepsprogramma, waar ik niet meer uren mee kwijt ben. Dus... En waar ik blijer van word dan een, 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 een side-opdrachtje. Uh, dus het is constant wel bij jezelf inchecken: van... is mijn bedrijf? Is mijn inkomen? Mijn leven? Hoe richt ik het in voor mij? Want anders zit je nog steeds een beetje in dat werknemerspatroon. Oh ja, ik krijg nu een opdracht, dus daar moet ik ja tegen zeggen. Want. Terwijl, eindelijk is het andersom. <laughs> ja, ja. ja, exact. Ja, mooie les hoor. En dat is, ja, dat is helemaal waar ook. Zo werkt het wel. Maar je kan, ja, het is best wel als je heel lang in een, in een werknemerspatroon hebt gezeten, het is het best wel ja. raar hoor. Als je daar dan uitkomt en denkt van, oh, ik mag het zelf bepalen. Zoals Ilko, mm. waar, waar Meer en ik elkaar goed van kennen, van Ilko de Boer. Wij zijn allebei ah, ja. coach in zijn, in zijn Master Moves programma geweest, Want dat is nu niet meer met coaches, dat is nu alleen nog maar met elco zelf, maar um, dat is uh, uh, inderdaad wel je freedom framework bepalen. Ja. Van hoe wil ik het doen? Welke voorwaarden wil ik het doen? Wat neem ik mee? En waar wordt je inderdaad ook van waar word ik wel blij van? En weet je, je hoeft, dat je iets kan, wil niet zeggen dat je iets hoeft te doen. Jij bent volgens nee. mij ook wel een potentialite. iemand die gewoon veel kan. Ja. En ja. Eh, maar dat je heel veel kan, wil niet zeggen dat je het allemaal moet doen. Je kan ook denken van: oké, okay, nou, ik pak de leukste dingetjes, lekker picker, En die ga ik doen. En daar krijg ik dan nog meer energie van. Nou, en dan kan ik al die dingen die ik wil doen, die kan ik allemaal doen. En iemand anders, die vindt dat misschien dat stukje wat ik niet zo leuk vind leuk. En dan maak ik ja. die ook weer blij. Nou, win-win. Ja. ja, en ik vind ook dat het, het, het zijpelt ook door in alle aspecten van je leven uiteindelijk. Dus ik vind. Um... Ik vind het leuk om ook als ik geïnspireerd raak door die andere ondernemers te zien van, weet je, jij, jij hebt jouw leven in de hand en jij zit achter het stuur. Dus uh, het heeft, uh, ik kan wel zeggen dat ik het afgelopen jaar een 180 graden switch heb gemaakt qua mindset over, uh, over mijn leven. Ja, dat is wel heel tof. Ja. Ja, en, en wat uh, van waar naar waar dan? Nou ja, eh. Uh... Uh, een jaar en een week geleden um, werkte ik nog uh, in Loondienst. <laughs> en, wow. uh, ja. Gedeeltelijk. Daarnaast was ik wel ondernemer, maar ja, was altijd hè, mijn kind en mijn baan en een bedrijf, dus het bedrijf kwam dan een beetje ertussen en altijd met de overtuiging, en echt diep verankerd in mezelf: ook van ja, ik kan daar nooit van kunnen leven. Mm. Ja, en, en nu kan dat wel. <laughs> En dat heeft echt wel werk gekost, uh, omdat ik zelf niet geloofde dat het kon. Mm -hmm. Ja, dat is het voornaamste. En daar kwam ik met een dankzij Mirjam bijvoorbeeld achter. Van, uh, die heeft me echt tijdens een paar van die mastermind sessies gevraagd, ja, geloof jij zelf dat het kan? En dan moest ik elke keer echt heel diep graven en toch zeggen, nee. Ja, nee. daar heb ik echt uh, heel diep voor moeten graven om die overtuiging om te buigen. <laughs> ja. ja. ja en... Geweest. Dus nu kan je zeggen van ja, nee, kan dus inderdaad. Ja. ja, en toch is dat pas gebeurd nadat ik die overtuiging heb kunnen ombuigen. Ja. Omdat ik er zelf 100% voor ben gaan staan. Ja. Heel bijzonder. <laughs> ja. Ja. ja, maar, ja, maar dat, is wel, dat is wel een ontwikkeling die je echt door moet maken. Als je dat niet als je dat niet neelt, dan blijft het altijd ingewikkeld. Ja, dan blijft het een beetje een kat en muisspel in plaats van uh... Ik ben ondernemer, punt. Ja, ja want gewoon. Uh, eigenlijk is het, ja, Meer kan het ook wel op een hele nuchtere manier uh, zeggen. Dus dat is ook wel heel lekker, niet zo ja. praktisch wat dat betreft. Dus dat. Ja, ja, heerlijk. Nee, dus, ja. heerlijk. Ja, super. Um, nou, dat is mooi. Daar kunnen alle mensen ook weer wat mee. En um, ja, ik vind het zelf altijd wel een grappige vraag. Als jij, um, als ik jou echt zou kennen, wat zou ik dan weten? Als je me echt zou kennen, wat zou je dan weten? Oeh. Ja, ik denk toch wel dat ik een beetje zo'n uh, romantische levenspoët ben. Ik probeer wel altijd overal uh, het mooie van te zien. Ik ben echt. Uh, ik kan ook van die creatieve uitspatting hebben. Dat ik ga schilderen en dan uh, gedichtjes ga schrijven. Uh, ik. Um... Ik heb laatst een liedje opgenomen in het Spaans in de studio. Die komt binnenkort uit op Spotify, een cover. Wauw. Ik ben um, ja, een beetje mezelf aan het herontdekken. Nu uh, voelt het een beetje als een tweede leven. <laughs> ja? Ja, dus uh, ik denk dat dat wel uh, iets is wat niet veel mensen weten. Nou, ga je in de gaten houden nu hoor, want het uh, is op Spotify. Ah. Oh, la, 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 la. Ja, hij <laughs> komt op Instagram, zal ik hem zeker delen als hij uh, uitkomt, ja. leuk, ja, maar gewoon je, je, je aspiraties volgen, dat is leuk, gewoon je denkt van, hé, hey, ik ben daar nieuwsgierig naar. Ja, weet je, het, ik heb zingen altijd leuk gevonden en ook dansen, maar ik vond het dan altijd spannend en uh, ja, ik, ik merk gewoon dat ik een stukje uh, ja, zelfverzekerd in het leven sta, maar ook dat ik Juist door spannende dingen te doen, kijk, ik kan heel stoer op reis gaan, maar een salsa-les vind ik dan spannend. Mm -hmm. Ga het gewoon proberen. En, uh, en, ja, en dat is ook weet je met de mensen die bij mij les komen nemen: iedereen begint bij nul. En ja, ja. En ergens beginnen. En de reis op zich is eigenlijk nog leuker dan het doel. De weg naartoe is leuker. <laughs> ja. Ja. ja, nee, dat ben ik met je eens. Het ligt er, aan, ligt er een beetje aan wat de reis precies is, maar in dit geval zeker. Ja. ja. Ik had er wel laatst een laatste post over geschreven dat ik dacht: ja, ik vind de reis niet altijd leuker dan het doel. Want ik heb best wel een hekel aan bijvoorbeeld heel lang in een vliegtuig zitten. Dat vind ik ja. wel... <laughs> <laughs> Maar de voorheffing van zo'n reis is ook al de helft. Ik vind de... Dat vind ik wel weer heel leuk, ja. Maar ik vind, het, ik vind het op boten, planes, trains en automobiels, dat vind ik niet altijd leuk, moet nee, nee, eerlijk nee, snap ik eerlijk zeggen. Vage, vage Thaisen, veerbootjes uh, met gaten in de bodem. <laughs> Ketterkwastporen, <laughs> controles en visa's. Nou, dat soort dingetjes. Dus dat, dat vind ik altijd niet zo leuk. Maar ik snap wat je bedoelt, hoor. En ik ben met je eens dat de reis. Um, het hele proces van ontdekken van, hé, hey, oh, hey dit is leuk. Of, oh, hé, hey, ik kan dat. Of, uh, dat is wel tof, ja. En, ja, en, uh, ja, en dus ook, ja. Want als je zo leeft, ja, dan ga je wel veel leuke dingen meemaken. Ja. En dan ga je ook af en toe eens even op je smoeltje, maar dat is ook helemaal niet erg. Ja, en, en ik denk, weet wel... je, de pandemie ja. heeft er natuurlijk ook aan bijgedragen. Hè? Je hebt twee jaar uh, in je eentje thuis gezeten. En op een gegeven moment dacht ik, en nu ga ik ook weer leuke dingen doen. Nou, waar kun je mensen leren kennen? Ja, ga, ga eens activiteiten doen. Kom je ja. zelf mensen tegen. Dus, uh... dus, en zelfs in dat, in dat kleine Brabantse dorpje waar je woont, daar is gewoon, uh, ja. daar is gewoon een Latina community. Dat is de grote Ja, een... precies. Dat ja. ja. mag je ook niet. Hè? Kijk, hier in Amsterdam is dat heel normaal. Ja. Um, dan kan je echt op elke straat doen, ongeveer salsa, ja. salsa ja. doen. Ik, uh, ja. ik leerde er eentje kennen hier in de straat en uh, een week later op het schoolplein. En uh, toen zei ik van: uh, Oh, zij zoekt eigenlijk meer mensen die uh, Spaans spreken. En die anderen die wonen al 16 jaar. En die zei: Oh, er zijn nieuwe mensen. Laten we een kopje koffie gaan drinken. En dan nodig ik alle mensen uit die ik ken. Nou, de eerste keer waren we al met tien personen. Dus, wow. weet je, als er hier al tien zijn in zo'n dorpje, ja. En tegenwoordig met het internet, je kunt hè, makkelijk ergens een oproep plaatsen in een Facebookgroep. Het is eigenlijk heel makkelijk om mensen te leren kennen, maar we denken te vaak van: nee, zal wel niet. Weet je, dat, dat is hier ja. niet. Ja, dat is best wel gek inderdaad. Want dat is ook ja, dat je denkt van: nou, bij mij in het dorp zal dat toch niet zijn. Dat, ja, ik kan me voorstellen dat je dan. Maar als je dan bijvoorbeeld inderdaad naar de lokale uh, dingen gaat waar de cursussen gegeven worden, dan zie je in één keer: van... Oh, there's a whole world out there. Ja. Dat is wel grappig, inderdaad. En wat dat betreft, weet je, je hoeft eigenlijk helemaal niet heel ver te reizen om dat allemaal mee te maken. En om, ik bedoel, ik heb al bij de bushalte al gesprekken waarvan ik denk: van, Jeetje, Mina, wat gaaf. En ook zo, ik vind het ook altijd heel mooi van dat soort dingen: is dat het soms is het eenmalig en dan is het ook al heel mooi. Soms ja. duurt zo'n gesprek maar een kwartier en dan is het, kan het al heel. Profound zijn, dan zeg je dat heel ja, ja dat toch ook he. een bepaalde soort van iets, iets, uh, iets moois geven. En um, ja, en vriendschappen van twintig jaar uh, geven zelfs minder bewijs van spreken. En dan kan ik me voorstellen dat zo zo'n groep van die, van die uh, ja, weet je, gelijkgestemde ladies bij elkaar en ja, weet je, samen koffie drinken en lekker Spaans kletsen en uh, connecten, dat is gewoon tof. Ja, superleuk. Ja, heel leuk. Um, ja. Mijn, uh, mijn, mijn volgende vraag die gaat over je levenslessen. Nou, je vertelde al, al iets over dat je best wel veel meegemaakt hebt. En um, nou, ik hoor al in heel jouw verhaal jouw positieve uh, blik op de wereld. En nou ja, misschien heb je het moeten leren of ergens zat het misschien in je misschien ben je het even kwijtgeraakt. Dat kan natuurlijk gewoon. Maar je, het zit wel in je dat je gewoon de dingen vanuit een positieve kant bekijkt. Dus dat, dat, die heb ik al wel door. Maar uh, wat, uh, wat zie jij zelf als, jou, uh, als een van jouw mooiste levensinzichten? Ik denk dat het vroeger wel anders was hoor. Vroeger was ik echt zo pessimistisch. Uh... <laughs> dus ik heb dat ja. toch ook wel moeten leren. Wat zie ik als een van mijn beste eigenschappen? Of beste lessen? Ja, les lessen. Nou, eigenschap ben ik ook misschien. Ja, ik, ik denk toch dat mijn grootste uh, les is geweest. Het zijn eigenlijk twee dingen, maar het gebeurde tegelijk. Dus het, het was gewoon twee klappen in één keer. Mijn, um, de bevalling van mijn dochter, daar ben ik bijna bij overleden. En uh, ben ik ook zelf niet bewust bij geweest. En uh, lang herstel gehad en dan de, de breuk met haar vader. Ja. Uh, terwijl ik dacht. Uh, een leven in Nicaragua op te gaan bouwen en ineens ben je dan single moeder met een lichaam wat niks meer kan. Um, ja, dat, dat, was, dat is echt een, een enorme klap geweest en een, een grote wedergeboorte voor mij, om het even zo te zeggen. Um, in combinatie met het zorgen voor mijn, voor mijn dochtertje dan. En uh, ja, dat, dat heeft mijn leven compleet. Veranderd. Ja, op zijn kop gezet. Maar op zijn kop gezet klinkt wel alsof het heel rommelig is. Het heeft juist heel veel structuur gebracht. Acceptatie. Uh, dankbaar dat ik er nog ben. Dankbaar dat zij er is. Um, ja, en als ik nu zie hoe ik er nu bij zit vergeleken met voordat ik moeder werd. heb ik mijn leven toen, nu toch wel een stuk beter voor elkaar. Dat is zo, ja. Ja, ze heeft echt. Um, ja, ik, ik voel me gewoon een stuk ja, verantwoordelijker natuurlijk. Je draagt zorg voor iemand, maar ik ben niet meer zo'n. Zo ik, ik kon nooit ergens blijven. Het was altijd. Nee, ik moet ontdekken, ik moet avontuur, ik moet leven, genieten. En nu kan ik genieten van de kleine dingen. Ik kan mm. genieten dat zij hier vanochtend de deur uit loopt en zegt. Ja, de eerste keer sneeuw, het is zo lang geleden. Ik wil lopen, mama, want dan kan ik overal voetspoortjes achterlaten. Ja, nou, dan is mijn dag wel goed. Ja, ook oh, ja. cute. Ja. Voetsportjes achterlaten. Dat, dat is ook de enige... Ik, ben, ik, vind, ah, ik vind het mooi om naar te kijken. Hier snelt het helemaal niet, hoor. Geen niks. Maar um, uh, voetsportjes achterlaten, hoe cute is dat? Ja, ja. van die kleine dat dingen. Ik ook is, en gisteren ook lag er ijs op het schoolplein. Al die kinderen, allemaal ijs stampen en pakken en kapot gooien. En weet je, wel, dan denk ik ooit, oh, wat maken wij ons zorgen ook om... Bullshit, terwijl er zoveel moois is om te beleven. <laughs> ja, maar goed, je hebt, een, ja, je hebt een bijna doodervaring uh, gehad of, ja. nou ja, weet je, je bent toch, uh, nou, je hebt dan op het randje gestaan, dus ik kan me ja. ook voorstellen dat, dat, dat je daardoor het leven wel weer even iets meer gaat waarderen. Ja. Zeker. En dat je, ja, ja, het is toch wel bizar dat je dat moet meemaken, maar dat is wel, uh, maar je bent er wel doorheen gekomen en het ik wel knap. Gelukkig wel, ja. Het had ook anders af kunnen lopen. Dus ik ben wel echt uh, elke dag dankbaar. Uh, dat we er mogen zijn. Ja. 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 maar, ja. ja, met het ja. bewustzijn dat je. Ja, het kan, elk moment kan het afgelopen zijn. Hè? Dus. Uh, ja. Toch op ook momenten... wel genieten, maar wel met mate. <laughs> ja, maar wel op een moment. Ja, maar op een moment dat je het niet verwacht ook. Dat is, het, dat is natuurlijk het enge ervan. Ja, ja. zo'n zo bevalling hoort natuurlijk een. Uh, ja, een soort van uh, juist een heel bewust iets te zijn. Dus dat is best wel pittig, ik kan me voorstellen dat dat... Ja. Uh, maar ja, goed. Ja, blijkbaar moest het zo gaan. Je weet ook nooit waarom dingen gebeuren. Nee. <laughs> Daar kan je dan super hard over na gaan denken. En je kan ook denken van, nou, gelukkig is het goed gekomen. Precies, ja, weet, weet je. En uh, ik, ik probeer het altijd maar te zien van, uh, het is een, een les uh, ja. die mij uh, moest overkomen ja. om daarvan te groeien, ja. En die Nicaraguan, Nicaraguan, hoe krijg ik het uit mijn mond? Nicaraguan, ja. Mag je dankbaar zijn voor zo'n mooi kind? Ja, precies. Ja. 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 Misschien was dat wel zijn enige doel, maar ja, oké. Okay. Ja, blijkbaar. Weet... Ja, dat, misschien blijkt dat later uh, in haar leven nog, ja, zien we dan wel weer. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook altijd nog wel spannend. Maar goed, ja, dan kan je ja. inderdaad een heel... Daar kan je heel lang over nadenken, maar het zijn allemaal van die dingen die je ja, beter op gevoel kan doen als, ja. het, uh, als je ervoor staat. Ja. Ja. Nou ja, maar goed, het klinkt in ieder geval alsof jij best wel wat veerkracht uh, hebt moeten ontwikkelen of, of niet. Ik, ik uh, ja. doe een onderzoek naar veerkracht en ik ben altijd oh. nieuwsgierig naar van wat, uh, wat is dat nou eigenlijk precies en uh, kan je dat leren? Heb je dat of heb je dat niet? Ja, mijn yoga leraar zei altijd, het is een stukje veerkracht en een stukje flexibiliteit wat je nodig hebt. <laughs> oh. um, heb ik veerkracht nodig? Was dat de vraag? Heb ik veerkracht nodig? Nee, het is, het is eigenlijk, uh, wat is het in jouw ogen? Veerkra ja, ondanks uh, dat de life pulls you down, dan moet je jezelf ook weer op weten te rapen. Ik heb een unshakable faith, ik, kan, ik weet niet hoe ik het in het Nederlands moet zeggen, ondoorgrondbaar vertrouwen in dat het leven mij draagt, tot het me niet meer draagt, ja, en dan is dat zo, <laughs> heb ik gemerkt. Mm -hmm. <laughs> ja. Maar ja. Um, ja, het enige waar je uiteindelijk echt um, uh, op kunt vertrouwen is jouw mindset, is jouw manier van reageren op de dingen. En als je dat hebt, ja, dan heb je de wereld. Ja. En dat is veerkracht. En weten ook, weet je, dat wil niet zeggen dat je altijd on top of your game bent. Ik heb ook echt mijn rot vannacht ook. Ik heb slecht geslapen, ik ben moe. Ik ben een beetje, ik heb een beetje wattenhoofd. Maar hé, hey, ik ben wel mijn passie aan het leven nu. En ik heb een super tof interview met jou. Weet je, dus ik, ja. Ik had nou ook uh, ja, het af kunnen zeggen. En ik: Oh nee, ik moet slapen. Want dan lig ik weer in bed. Dan lig ik weer wakker. Dus nee, gewoon vertrouwen op jezelf. En um, ja, ik ga toch altijd wel met een lach uh, het leven tegemoet. Ook de humor ervan inzien, weet je. Dat is ook belangrijk. Als je er niet hebt, ja. als je dingen heel serieus. Natuurlijk, je moet jezelf serieus nemen. Maar je moet ook kunnen lachen. Ja. Greed. <laughs> ik, ik vind, ja, ik, nee, heel, ik vind het wel grappig, want ik, ik denk ook inderdaad van. Ja, maar dan moet je wel kunnen. Je moet ja. het wel kunnen. En, en dat, dat wat je zegt, van nou ik heb een wattenhoofd en ik, en, ik, uh, en ik pak mijn momenten en ik geniet van, van dit en ik mag dit en. Weet je wel, dat je dat allemaal kan. Ja. Terwijl dat je, dus je mag je ook gewoon rot voelen en ondertussen ook gewoon. Ja, ook plezier hebben. Maar die gekke twee-strijd. Maar die is er wel. En dat is wel interessant. Twee strijd is er zeker. En ik, ik heb ook echt. Um, ja, ik ben een aantal keer depressief geweest. En nu weet ik als maar ik, ik, ik voel het haar fijn aankomen. En dan weet ik gewoon: oké, okay, ik moet weer even mijn zelfzorg oppompen. Alle dingen die mijn leegzuigen afzeggen. En dan is het wel gewoon van. Zorg voor jezelf. In plaats van laat jezelf helemaal onderuit trekken. En tuurlijk, dan, dan ga je nog onderuit. En dan heb je nog dagen dat je zit te huilen. En dat je je bed niet uit wil komen. En dat je denkt... Oh my god, hoe ben ik hier terecht gekomen? Terwijl je het allemaal naar jezelf uh, te danken hebt. Toch op een of andere manier vaak. Ook al klinkt dat een beetje hard soms. Maar vaak is het wel dat je denkt... Ik heb mezelf ook in de steek gelaten. Ja, ja, ja. ja je, je had de signalen niet gezien misschien. Ja, weet je. En... en... We zijn ook helemaal niet opgegroeid zo... met, met die signalen herkennen. We leven al in een prestatiemaatschappij. En um, ja... voor mij helpt het altijd van... kom, kom weer terug naar jezelf. Wat, wat heb je nodig op dit moment? En, en ga jezelf dat geven. Zodat jij weer... iets beter de dag ingaat. En het begint vaak met de kleine dingen... die we elke dag nodig hebben. Slapen, eten en bewegen. Als niks goed gaat, doe dat dan goed... En dan komt de rest wel weer. Ja, Mooi. mooie wijze raad ook, denk ik, voor mensen die er wel die er moeite mee hebben. Ja. Heeft yoga daar voor jou nog uh, veel in geholpen? Of deed je dat altijd al? Of... Um, ik, ik doe vaak wel meer yoga als het slecht gaat. Omdat dat mm. echt een momentje is voor mezelf en om te voelen. Um... Maar ik denk dat niet, ja, yoga voor mij is ook de filosofie vooral. Mm -hmm. Weer even ja. teruggaan van oké. Okay, hoe kan ik in dit hele verhaal wat in mijn hoofd. Wat ik oh, sorry, wat ik nu in mijn hoofd creëer. Um, hoe kan ik mezelf daarin terugvinden? In plaats van ja, maar dat komt door dit en dat en dat. Waarom voel ik mezelf zo en voel ik me echt zo om die reden of heb ik mezelf. Oh, een reden kan bijvoorbeeld zijn... Uh, weet ik veel, mijn werk is niet leuk. Mijn werk is niet leuk, want uh, ik word er niet blij van en uh, ik doe niet waar ik voor gestudeerd heb. Nou, dat was altijd bij mijn vorige baan. Uh, ik ik uh, kan veel meer. Ik zit niet op mijn plek. Ja, geef ik mezelf die plek dan wel? Vind ik het niet leuk omdat mijn baas mij die opdrachten geeft? Of vind ik het niet leuk omdat ik mezelf eigenlijk. omdat ik zet over iets wat ik niet leuk vind? Dus eigenlijk, ja, ja ik zeg altijd. alles wat gebeurt om je heen is een, een spiegel. En, um... Question yourself. <laughs> maar ook de cirkel van invloed, hè? Waar heb je invloed op? Je hebt mm. best wel veel invloed op die dingen die je noemt. Daar heb je van heel, best wel een deel ook wel invloed op. Dus ja, weet je. Of je gaat de situatie gewoon anders bekijken. En dan blijft die situatie hetzelfde. Maar dan zie jij hem anders. Dus dan wordt hij anders. Ja. Of je gaat er iets aan doen. Maar je hebt stiekem altijd wel veel meer uh, invloed erop dan je denkt. Ja, Zelfs op ja. dingen die, zoals een depressie, heb je ook nog wel tot een bepaalde hoogte wel invloed. Ja. En dan moet je vertrouwen op het compound effect, denk ik. Dat je als je elke dag een klein beetje uh, van iets doet, dan wordt het uiteindelijk toch gaat het positieve energie weer. Of de toon voeren. Durf ook om hulp te vragen daarin, weet je. Het is heel ja. makkelijk voor mij nu om te zeggen van, ja, je moet gaan sporten, bewegen uh, en slapen en eten. Uh, maar vraag ook hulp daarin. En ik, weet je, ik heb dat nu, ik heb een bedrijf, maar ook therapie gehad. Um, het is niet erg als je hulp nodig hebt. En je nee. moet hem inderdaad ook vaak vragen. Mensen hebben het niet in de gaten dat het slecht gaat met je. Nee, nee. En als... als... Dat heb, ja, als je zo vrolijk overkomt. Of als je gewoon ja in het algemeen positief bent, dan geloven ze dat misschien ook niet zomaar meteen. Dus dat is best wel, uh, dat is ook wel een belangrijke, belangrijk advies wat je geeft. En ik denk ook, maar dat vind ik sowieso opvallend aan jou dat jij uh, nou ja, eigenlijk nog helemaal niet zo lang bezig bent, maar wel al echt hele goede coaches in de hand neemt. Dus dat betekent ook dat je dat je bereid bent. Om jezelf uh, ja echt ook te pushen om, ja. om grotere stappen te nemen. En ook wel echt uh, serieus grote stappen. Want dat zijn wel, het zijn sowieso niet de minste. En uh, ja, weet je, dat je dat in je eerste jaar doet. Dat wij, nou ja, daar heb je ook dan gezien van Hé, hey, en ik maak die sprongen dan ook. Ja. En als je de tools die je hebt gekregen om bijvoorbeeld met de wat negatievere periodes om te gaan, dan en je weet van oh ja, als ik dit doe. Uh, als ik het op kan brengen om dit te doen, dan gaat het beter worden. Ja, ja. dan heb je wel heel veel, uh, ja, power in handen, zeg maar. Ja, zeker. Ja. En dan kan je inderdaad, ja, je veerkracht. Als je de, dat is dan toch een vorm van veerkracht waar je dus op kan, ja. toch wel op kan vertrouwen van, ja. ja. Als je een paar keer meegemaakt hebt, hebt dat het goed gekomen is, dan kan je ook wat vaker denken van, oké, okay, ja. het komt wel goed uiteindelijk. Ja. Klopt. Ja. Nou, Mooi. super. Ja. Hey en... Um, um, Ik het twee minuten... Oh, dat weg. gaat te lang. Oeps. Um, de, de links van jouw bedrijf komen in de show notes te staan. Ja. En daar zetten we dan ook nog even wat jij leest, kijkt en luistert in. Ja. En... Cool. Um, <laughs> Dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel voor je mooie wijze lessen. Super bedankt voor dit. Ik vond het een heel bijzonder en fijn uh, interview. Dank je wel ook voor jouw uh, openheid en... Uh, het was heel fijn, dank je. Jij ook, bedankt. <laughs> en, uh, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao, ciao. <laughs> dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolmo aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao.